Nou, ketting en tand willen vervangen is niet zo moeilijk. Uh, je hoeft er niet super technisch voor te zijn. Het enige wat je moet doen is natuurlijk uh, nieuwe cassette uh, en ketting hebben. En dan wijzen de boekjes die je erbij krijgt zich uh, eigenlijk vanzelf. En het enige wat je echt nodig hebt is natuurlijk uh, de juiste uh, cassette en ketting. Dus in dit geval uh, Shimano voor Shimano. Ik heb Ultegra gekozen, wat ik in een andere video heb verteld. Dit is wel heel belangrijk en ik zal het eventjes erbij houden. Um, je ziet dat de letters leesbaar moeten zijn. Dus ook op de ketting. Zoals het hier staat. Want hier staat gewoon uh, de krank met de ketting richting afgebeeld. En je moet het dus lezen. Uh, gewoon normaal. Um, je krijgt altijd een dure e-stickertje erbij. Dit is geen race ketting, gewoon Ultegra, uh, als ik het goed zeg. Uh, maar dat is dus het belangrijkste. En ook, uh, ja, het heeft te maken met de stevigheid van de ketting tijd trappen. Nou, voor de rest is het gewoon uh, ketting eraf, en nieuwe ketting erop, cassette eraf en uh, nieuwe cassette erop. Dus uh, dat werkt eigenlijk redelijk eenvoudig als je gewoon een uh, kettingpons hebt. En dan kun je dat gewoon uh, prima zelf doen. Kruipolie zou ik zeggen. Kies voor een uh, geen spuitbusje, maar een ketting uh, olie. In dit geval heb ik gekozen voor uh, Pedros, maar er zijn meer goede uh, kettingolies. Nou, uh, meer informatie in de link hieronder.